Dames en heren, appels en peren, welkom allemaal bij het Walnut Hoofdkwartier. Zoals jullie kunnen zien staat er een grote nieuwe raket op het Walnut Hoofdkwartier. Dat betekent dat we naar seizoen 3 kunnen. Spannend! In de vorige aflevering had ik meneer KB toestemming gegeven om een raket te bouwen. En zoals jullie misschien al in zijn video hebben gezien, de raket is gebouwd. Dus laten we heel even snel naar boven gaan. En ik ben zo benieuwd. Ik heb letterlijk gewoon na zo'n paar dagen... Wat is dat? Hallo? Wie... Er is iemand ingebroken, jongens. Er zijn meer mensen. Ja, wat doet iedereen hier? Wie ben jij? Wie is dit? Wie ben jij? En wie is dat? Er is nog iemand. Hallo, wat doen jullie in mijn hoofdkwartier? Wie zijn jullie? Je bent een koe. Een soort van. Oh, Ture is een koe, heet je ook echt. En Like a Brian. En Aardelaar. Jongens, nee, jullie zijn... Kom, eruit, weg. Daaruit. Jullie zijn ontslagen. Allemaal. Jullie zijn stagiaires. Oké, wacht. Oké. Oh, hij is gegaan. Adelaar die gaat. Dankjewel, Adelaar. Kom op, jongens. Volg Adelaar. Volg hem. Daaruit. Kom op. Ik geef jullie antivliebeltje mee. Hier. Jij krijgt een antivliebeltje. En jij krijgt een antivliebeltje. Oh, wacht even. En jij krijgt een antivliebeltje. En nu gaan. En nu mijn kantoor uit. Weg hier. Ja. Weg hier. Oh god, er komt nog iemand aan. Oh god, er is nog iemand. Nee, ik hoef jullie spullen niet. Laat me met rust. Jongens, het blijkt dat mijn kantoor is overgenomen. Alweer. Ik wil gewoon die raket even bekijken rustig boven. Laat me met rust. Hoe komen ze binnen hier? Ah, er is nog iemand. Ik schrik me helemaal kapot. Goeiedag jongens, collega's. Ga mooi even zitten. Ga allemaal even... Neem mooi even plaats. Zien jullie op jullie plekken. Ga mooi even zitten. En ga zitten dan. Kijk, hij snapt het tenminste. Jij bent gepromoveerd naar kijken collega plus, oké? Je moet een plusje op je hoofd plakken. Ik wil mijn kantoor in, dan ben ik veilig. Rust. Oké, jongens, ik wilde naar de raket toe, maar zoals je kan zien, er zijn nog meer mensen hier naartoe gekomen. Mijn kantoor is geïnfiltreerd door kijkers. Ik weet niet wat ze hier doen, hoe ze hier komen. Normaal kunnen ze hier niet komen. Maar we hebben een groot probleem en dit moeten we oplossen. Oh, hoe kom jij hierachter? Je hebt ingebroken. Ik ben nergens meer veilig. Ga weg. Jongens, ik heb een idee. Nee. Ah, deur dicht. Ah, ik heb het verpest. Nee. Ik heb het verpest. Oké, wacht, kijk. Oh, de deur is dicht. Hier, jullie kunnen er niet uit. Nu zit je opgesloten. Wat dacht je daarvan? Oké, laten wij even rustig naar deze... Hoe kom jij nou hier? Oké, laten wij heel even rustig naar deze raket kijken, jongens. Terwijl de kijkers daar allemaal opgesloten zitten. Zo te zien heeft hij een mooie... Wat hij al zei dat hij ging maken. Welkom bij Feng Shui Reizen. Dat is nou wat je noemt een goede naam voor een business. Heeft hij hier een trap omhoog gemaakt, zo te zien? En dan gaan we de raket, jongen. Ik vind het spannend. We gaan de raket in. Oh my days. Ik ben zo hyped om naar seizoen 3 te gaan nu. Ja, dit zie ik helemaal voor me. Het is echt Feng Shui hier binnen. Hij heeft daadwerkelijk een Feng Shui raket gemaakt. Met allemaal dingen die doorlopen. Weet ik voor wat allemaal. Oké, laten we de ladder om... Ik ben hyped hiervoor. Laten we net de ladder omhoog klimmen. Dan komen we denk ik op de eerste verdieping. Zo te zien zijn er meerdere verdiepings. Oh, dit zijn de slaapvertrekken. En het is inderdaad heel Feng Shui. Oh, meneer KB. Ik ben echt trots op je. Je hebt echt wat prachtigs neergezet. Je hebt echt wat prachtigs gebouwd. Kijk dit nou. Dit is het hok waar we gaan zitten met z'n allen. Hier, hendel naar seizoen 3. Ik kan hem ook gewoon nu overhalen en in mijn eentje gaan, maar hè, dat is nou niet helemaal de bedoeling dat ik dat ga doen. Ja, jongens, ik ben tevreden met het resultaat, meneer KB. Jij hebt jouw 5e ster verdiend. Ik weet niet wanneer ik je zie. Misschien nog deze aflevering, wie weet. Maar jij hebt je 5e plusje verdiend. Sorry, dat was het. Laten wij nu even de schade repareren die ik zojuist heb aangericht hier. Ik heb ervoor gezorgd dat iedereen is verdwenen. Volgens mij uit mijn hoofdkwartier. Ik weet niet of het echt zo is. Oh, ik weet niet of ik hier tegenin ga kunnen zwemmen. Ik denk het niet. Oké, dan moeten we maar op een andere manier naar beneden. Hoe gaan we dat doen? Oeh, ik heb een idee. Kijk, als we nou hier naar beneden springen. En dan zo. Zo, en dan komen we op het balkon terecht. Als ik niet dood ga door fall damage, volgens mij... Ja, kijk, en dan zijn we weer binnen. Hoppakee. Volgens mij is iedereen weg. Ik heb iedereen weggestuurd. Ik heb bij de boze eigenaar geweest. En ik heb iedereen de deur gewezen. Oké, laat ik dan nu heel eventjes wat doen voordat ik die schade boven repareer. Iets wat ik echt al vorige aflevering Nederland wilde doen, maar gewoon niet aan toe was gekomen. En dat is eindelijk een keer dit bericht hier lezen. Dit staat hier al zo lang gewoon stil. Wat is dit? Baas, naast chef ben ik tegenwoordig ook modeontwerper. Je moet wat in deze zware tijden. Ja, dat klopt. Het is oorlog. Dan moet je ook maar wat een beetje proberen. Voor de lancering voor mijn nieuwe merk Kledingbaas TM. KB, daar staat natuurlijk meneer KB voor meneer Kledingbaas. Mag jij verplicht een aflevering lang deze bijzondere gekke drip dragen? Anders komt er geen vliegmachine om naar seizoen 3 te reizen. Maar hij is er al. Maar ik zal hem even goed dragen. Fijne dag, de eigenaar van Kledingbaas TM. PS, meneer Koubé houdt je in de gaten. Oh jee. Is dit meneer Koubé hier? Is dat meneer Koubé? Dat is meneer Koubé. Nou jongens, laten wij deze... Wacht eens even. Sinds wanneer kan je armor trims
op leather armor doen. Ik wist niet dat dat kon. Oh mijn god, zien we er goed uit? We zien er echt prachtig uit. Echt niet normaal. Nou jongens, een hele aflevering moeten we deze drip dragen. En dan gaan we dit even hier in de bibliotheek leggen. Het kon erger, weet je. Het kon oprecht erger. Deze doen we hier. En dan deze plaatsen we... Hier. Oké, dan de planning voor vandaag, jongens. Ik heb een leuke planning. Ik wil namelijk boven de vergaderruimte afmaken. Dan is officieel het Walnut hoofdkwartier klaar. En daarna heb ik ook nog wat leuks op de planning staan. Maar dat leg ik dan zo meteen wel uit. Eerst gaan we even die vergaderruimte afmaken. Want in de reacties waren het jullie allemaal mee eens dat ik daar een vergaderruimte moest bouwen. Want ik had jullie gevraagd, wat moet ik daar doen? Bla, 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 bla. En jullie zeiden, weet je, doe maar gewoon inderdaad de vergaderruimte. Helemaal dikke prima. Hier en zo, op deze plek. Dit moet ik even repareren, want dat heb ik net gesloopt in de soort van... zielige poging om iedereen weg te werken hier, maar het volgens heeft een hele vloer verpest. Nou, laten we in ieder geval maar beginnen met mooie drip aan een mooie timelapse. Daar zijn we weer na een prachtige timelapse. En ik ben blij met het eindresultaat. Ik heb gekozen voor een heel simpel interieur. Ik dacht, ik kan wel weer helemaal moeilijk gaan doen. En weet ik wat allemaal. Maar we houden natuurlijk allemaal van feng shui. Dus ik heb gewoon hier en daar wat bosjes en boompjes en plantjes toegevoegd. Het is eigenlijk een heel inspiratieloos interieur. Maar dat komt omdat ik eigenlijk niet echt specifiek deze aflevering wil focussen op deze verdieping. Maar meer gewoon echt op de voorbereidingen van seizoen 3. Want ik wil volgende aflevering naar seizoen 3 gaan, jongens. Je hoort het goed. Volgende aflevering. Alright, in ieder geval, wat ik dus wil gaan doen is meneer KB, oranje shirt gast en Rick Force. Erik, ja, Erik mag er ook bij zijn, maar liever Rick Force wil ik hier hebben voor een meeting met z'n vieren, want ik wil het hebben over het vertrek. Ik wil weten of iedereen zijn spulletjes mee gaat nemen. Ik wil weten wat er allemaal gaande is. Maar voordat we dat gaan doen... We hebben natuurlijk een soort van de oorlog afgesloten, maar ik moet daadwerkelijk even de oorlog winnen tegen Rick Force. Ik kan natuurlijk niet zeggen, joh, de oorlog is zomaar afgelopen. Dus laten we nog één keer zijn kant op gaan. Nog één keer naar zijn basis. En voor de allerlaatste keer iets stoms doen, iets doms. En weet ik wat allemaal. En dan zeg ik gewoon dat wij de oorlog hebben gewonnen. Dan claim ik die prijs gewoon lekker zelf. Oké, we zijn aangekomen in mijn paard van Troje bij Rick en we... Oh, maar deze, wat is dit allemaal? Huh? Wacht eens even, er is alles verbouwd hier. Ik ga gewoon naar buiten, want volgens mij is Rick er niet. Huh? Rick heeft van alles verbouwd, joh. Zijn hele basis is volgens mij af. Oh my days. De man heeft gewoon even gedacht, weet je, we gaan naar seizoen 3. Ik wil last minute nog even mijn basis helemaal afbouwen. Oh, het ziet er wel goed uit, Rick. Ik kan ook niet wachten om in seizoen 3 gewoon weer lekker in een andere bouwstijl te bouwen als dat ik nu heb gedaan. Ik heb het nu natuurlijk heel modern gedaan. Maar in seizoen 3 wordt het weer anders. Ik hou het nog even geheim. Maar het ziet er goed uit, Rick. Ik krijg ook helemaal zin om weer middeleeuws te gaan bouwen door jou. Ik moet denken aan seizoen 2. Maar we komen hier niet om jouw basis mooi te noemen. Nee, we komen hier om spuuglelijk te noemen. En hallo, Rick, ben je thuis? Hallo? Volgens mij is hij er niet. We komen hier om natuurlijk een prank uit te halen. En wat zou nou een allerlaatste goede prank zijn? Wederom mezelf bouwen ga ik niet doen. Dat heb ik nu al 2 keer gedaan dit seizoen. En ik vind dit de leukste, maar dat gaan we niet nog een keer doen. Jongens, ik heb ineens een geweldig idee. We noemen Rick natuurlijk altijd Stinkgoors. En dat is logisch, want hij stinkt en hij is goor. En ik had in het contract gezegd dat ik meer Stinkgoors grappen moest maken. En dan ging hij natuurlijk heel vriendelijk mee akkoord. Officieel contract. Ja, officieel tevreden. Nee, dit klopt niet. Hoezo niet? Dit betekent meer pranks. Je had het net niet gezien, ei. Je had het boekje al terug en toen heb je daarna pas je regel gezet. Echt? En je hebt het getekend. Dus, ik ga even wat materiaal halen, jongens. Ik ga naar huis even heel wat materiaal halen. Best wel simpele prank is dit, maar ik denk dat het een mooie finishing touch is. Een mooie handtekening over deze oorlog. En dan kunnen we vriendelijk afsluiten en dan zeggen we gewoon dat ik heb gewonnen. Oké, jongens, we zijn terug met... Nou, ik wil zeggen heel wat materialen, maar dat valt ook wel weer mee. Ik heb wat itemframes meegenomen en heel veel... Poep. Eén ding is, het heet nog niet poep. Dus ik hoopte eigenlijk dat ik hier even een Enfield zou vinden. Dat ik dit allemaal kon renemen naar poep. Naar drol en schijten, weet ik wat, een stink. Hallo? Ja, hier heb je Enfields. Kijk, lekker Rick. Dan noemen we deze, noemen we poep. Dan noemen we deze drol. Deze schijt.
deze poepje. En dan deze... waarom leg ik de twee los hier? Zo, deze noemen we... keutels. Hoppakee. Nou jongens, hebben we alle soorten poep. Ik heb heel veel itemframes kunnen kopen. Kunnen craften, weet ik wat allemaal. Laten wij dan overal door deze stad poep achterlaten. Oh, wat is dit? Poep achterlaten. Nee, hallo. Poep achterlaten. Dan kijkt hij ernaar. Ik had niet verwacht dat er ook echt poep boven zou staan als je ernaar kijkt. Oh, dit is echt erg. Drol, scheid, poepje en tot slot een keutel. Oh, dan gaat hij overal... Oh, dat ga ik echt, jongens. Ik ga het overal verspreiden. Oké, ik heb eerst even mijn itemframes texture pack uitgezet. Want dan kunnen we overal gewoon itemframes plaatsen. En dan, anders is het namelijk heel moeilijk om dit allemaal te doen. Kunnen we ze daarna vullen en dan zet ik daarna de itemframes eruit. Want volgens mij heeft Rick ook onzichtbare itemframes standaard. Dus ik denk dat dit wel heel goed gaat komen. Oh, dit gaat hij echt vervelend vinden. Ja, kijk, Rick heeft hier ook dingen zoals dit. Hij heeft 100% ook de onzichtbare itemframes texture pack. Dit gaat echt de leukste prank ooit zijn. Ik weet het zeker. Dat zei ik ook over de vorige, maar dit gaat hem helemaal worden. Er gaat overal poep zitten zometeen. Oh, dit gaat echt te veel worden. Dit gaat echt te veel worden. Wat een poepwerk om dit weg te halen. Letterlijk. Het begint nu zelfs een beetje pestgedrag te lijken. Aan het begin was het gewoon een leuk plagen, maar ik heb echt nu het gevoel dat ik gewoon echt aan het pesten ben. Op zijn fontein ligt poep. Op zijn muur ligt poep. Overal stront. De stront. Oké, jongens, we hebben genoeg itemframes, denk ik, geplaatst. Ik maak deze 8 even op. Ik heb de muren zelfs helemaal onder gedaan. Daarboven ga ik net niet komen, denk ik. Althans. Oh, wacht. Kan ik... Oh, er hangt zelfs poep aan zijn ding. Dat is zeg maar de grond ingegaan, waardoor het er nog aan hangt. Oké, nog 4. Even opmaken. De fontein mag wel iets meer poep gebruiken. En zo. Oké, dan houden we deze even over. Dan gaan we nu het helemaal opvullen met gewoon poep. Oké, dan gaan we eerst letterlijk de poep verspreiden. Want dit is poep. Hier, kijk maar als ik het plaats. Poep. Als de poep op is, gaan we andere dingen verspreiden. Oké, de poep is bijna op, jongens. Ik heb er nog maar 3. En nog maar 1. En dan hebben we overal poep geplaatst. Dan gaan we nu over op... Zullen we drol, scheid, poepje of keutels doen? Ik denk dat we poepje even moeten bewaren. Die lijkt namelijk behoorlijk erg op poep. Wat ben ik aan het doen? Ik ben echt een klein kind. Nee! Ik verpest het bijna. Nee, we doen scheid gaan we nu overal plaatsen gewoon. Wat ik net zeg, jongens, zegt één keer dit. Ik ben echt op het moment een klein kind die gewoon overal poep aan het smeren is. Nou, ik hoop niet dat kleine kinderen dat doen trouwens. Maar ik voel me een klein kind. Oké, dat is wel weer genoeg scheid. Dan gaan we nu overal even keuteltjes plaatsen. Die moeten we natuurlijk niet vergeten, de bijzondere keutels, jongens. Keuteltjes op de fontein. Keuteltjes naast de fontein. Het is zo slecht dit. En dan tot slot doen we overal nog even een drolletje achterlaten. Om het mooi af te maken. Dan hebben we bijna alles wel gehad, volgens mij. Het zou kunnen dat ik natuurlijk hier en daar een itemframe mis en zo. Ja, dat is logisch. Ik bedoel, het zijn er zoveel. Ik heb niet zo heel veel drollen. Met gedacht dat ik dat in Minecraft zou zeggen. Ik heb niet zo heel veel drollen. Maar volgens mij, jongens, heb ik elke itemframe die ik geplaatst heb ook weer gevuld. En ik heb niet meer zoveel. Ik heb wel heel veel poepjes over. Oh, die heb ik niet eens gebruikt, de poepjes. Ah, de poepjes heb ik uiteindelijk niet nodig gehad. Poepjes heb ik uiteindelijk niet nodig gehad. Nou, laten we dan onze itemframes weer uitzetten. En dan is het eindresultaat dat de hele boel onder strot zit. Je ziet het niet heel goed hier en daar, maar daar zie je het bijvoorbeeld wel heel goed. En hier gewoon op het pad en zo. En dan kijk je ernaar, is het ook gewoon overal poep, stront, keutel, scheid. Een drolletje hier en daar. Oh, het ziet er echt... Het is ook gewoon echt vies. Het is ook gewoon echt vies dat er overal in deze poep zit. Hier voor zijn deur zelfs. Ik heb besloten om het niet binnen te doen. Want dan daar moet ik het al schoon houden natuurlijk binnen. Maar ik bedoel, hij leeft in de middeleeuwen. Dan moet je ook voelen hoe het is om in de middeleeuwen te leven, stink. Nou, ik... Ik denk dat ik niet eens mijn naam ergens hoef achter te laten. Ik denk dat Rick gewoon komt online. Hij kijkt ernaar en hij heeft gelijk door dat ik het ben. Nou, laten we hier gauw weggaan, want het stinkt hier. Ik weet niet hoe dat kan, maar ik wil gewoon in huis. Wat een viezigheid allemaal op dat eiland. Hey, mijn eten is op, dus we moeten ook heel eventjes snel langs mijn chestroom. Want daar heb ik heel veel eten. Ik heb nog genoeg. Ik heb zoveel eten, jongens. Dat zijn nog steeds die aardappelen van het begin van het seizoen. Ik heb gewoon nooit veel eten nodig of zo. Nou, als in, ik hoef het nooit zelf. Ik maak nooit zelf eten in Minecraft. Maar goed, jongens, we komen nu op een punt aan dat ik eerder klaar ben dan verwacht met mijn agenda. En ik ben nog niet echt tevreden met de lengte van de video, dus ik weet niet wat ik moet doen. Dus ik weet me even geen raad, maar natuurlijk weet ons, oh zo wijze, grote, machtige robot wel wat wij moeten doen. Wat voor raad ik moet hebben. Jong, de oh, machtige robot, wat moet ik nog doen deze aflevering? Omarm conflicten, ze zijn bijzonder leerzaam. Ah. Weet je, het conflict van deze aflevering was dat mensen in mijn basis kwamen. En ik zag het als conflict, maar misschien moet ik het ontarmen. Oké, jongens, ik heb de alle mensen die nu online zijn, of nou, die online zijn. Ik heb zoveel mogelijk mensen uitgenodigd. Ik zei, kom maar naar mijn ingang. Dan ga ik daar staan als een soort van bodyguard. En dan mogen jullie naar binnen en omarm ik mijn conflicten. Nou, even kijken. We hebben al drie mensen. Dat gaat zo snel. 4 zelfs. Oh, mijn god. Nou, laten we ze even ontarmen. Eerst mag jij. Kom maar, Ive. Dan doen we Jori.
Mano, kom jij maar, jongen. Kom maar allemaal. Jullie zijn de eerste. Wees welkom. Wees welkom. Ga doe je ding. Ik ontarm mijn problemen, mijn situatie. Nou, kom op, jongens. We gaan naar binnen. Let's go. Nou, jongens, kom gezellig binnen. Welkom. Doe je ding. Ga gezellig even... Kom binnen. Kom allemaal weer binnen, joh. Ik ontarm mijn conflicten. Ik ontarm de problemen. De wijze robot heeft altijd en alle tijden gelijk. Kom vooral even... Laten we eerst even gezellig met z'n allen hier een koffiepauze houden. Zal maar even gaan zitten. Iedereen even op een plekje gaat zitten zo. Gaan we allemaal even koffiepauze houden. Jammer dat meneer KB er nu niet is. Hij had zo trots kunnen zijn dat zijn koffietent zo vol zou zijn. Kijk, iedereen neemt plaats, jongens. We gaan allemaal even zitten. Nemen we even een koffiepauze. Niet op de tafel staan. Ga weg. Alleen meneer KB is er niet. Dat vind ik erg jammer. Nou, laten we dan maar naar boven gaan. Laten ze dan maar gewoon naar het werk. Jongens, dan ga ik ze aan het werk zetten ook. Nou, ik ga ze kantoorbaan geven. Ik wil een keer mijn kantoor gevuld zien. Dan voel ik me echt opperbevel hebben. Nou, jongens, zoek maar iedereen een plekje. Iedereen mag een plekje uitzoeken. Neem allemaal plaats. Doe waar je wilt. Hé, hey, als je in de grote kantoren gaat, dan wil je ontslagen, oké? Okay? Hoor je dat goed? Jij ook daar, meneer, gekke Henk. Iedereen neemt plaats. Ik zie dat ze boven ook de kantoren waren. Zijn jij met goed aan het werk? Juist, Rick Force verslaan, Stinkhorst verslaan, inderdaad. Mm-hmm. Allemaal aan het werk, jongens. Allemaal pauzes voorbij. Pauzes voorbij. Ja, jij bent de lunchjongen, inderdaad. Mm-hmm. Bal met je bal goed bezig, inderdaad. Jori, heb je al enig idee waar Rick Force uithangt op het moment? Heb je al enig idee hoe we hem kunnen verslaan? Mm-hmm, mm-hmm. Correct, correct. Hé, hey, terug naar je tafel daar. Ivecraft. Ah, ik zie dat je goed bezig bent. Je hebt een wit papiertje. Je hebt er nog niks beschreven. Beter werken, jongen. Hey, hey, dude. Zit je voor je uit te staren weer? Heb je weer problemen thuis? Is het niet goed met de vrouw? Aan het werk! Ah, kijk, jongens. Dit is hoe het is om een opperbevelhebber te zijn. Hé, hey, niet zwemmen in de vijver van Martin. Wat heb ik nou gezegd? Het is de vierde keer deze week. Jongen, jongen, jongen. Altijd hetzelfde, hè? Kijk ze allemaal goed werken. Kijk ze allemaal goed aan het werk zijn, jongens. Ik ben trots op jullie. Wat zijn ze goed bezig, jongens. Allemaal aan het werk. We hebben een soort van dorpsgek ook hier. Zo. Laten we even een leuke groepsfoto maken. Hier, dat doe ik heel even mijn helm af. Hoppakee. Zo, dan ga ik hier staan. Gaan we even zo staan. Aan de kant! Oké, okay, jongens. Aan de kant, jongen. Iets verder naar achter. Iets verder naar achter allemaal. Jullie staan net te ver af. Weet je wat? Het zou wel goed zijn. Dit is een prima groepsfoto. Hier springen, lachen, doe iets geks. Ah, dit vind ik leuk. Hier ben ik tevreden mee, jongens. Dit vind ik mooi. Prachtige groepsfoto gemaakt. Prachtig. Nee! Ze hebben de laatste... Nee! Ze hebben de robot! De laatste... Er zat nog één in. Er zat nog één wijze raad in en iemand heeft hem gestolen. Wie heeft de laatste wijze raad gestolen van de robot? Wie is dat? We hebben een dief. Er zat nog één. Ik weet het zeker. Ik had de ene laatste. Het conflict heeft de laatste wijze raad gestolen. Wie heeft hem? Wie heeft de laatste wijze raad opgepakt? Iemand heeft de wijze raad gepakt. En ik weet echt even geen raad op het moment, dus ik heb hem nodig. Wie heeft hem, jongens, van jullie? Dit was echt een heel slecht idee dat ik dit heb gedaan. Het is echt veel te druk hier in het kantoor. Er zijn echt veel te veel mensen. Nou, jongens, was gezellig. Laten we weer naar beneden gaan. Laat ik jullie allemaal de martelkamer insturen. Kom allemaal maar gezellig naar beneden. Hoppakee. Ik heb nog nooit zo druk in mijn kantoor gezien. Dat voegt daar wel een beetje leven toe. Nou, het was gezellig. Jullie hebben allemaal een leuk bedrijf. Het duurde echt 5 minuten en ik ben nu al zat, jongens. Het was echt een slecht idee. Laten we allemaal maar weer weggaan. Nou, was gezellig, jongens. Tot de volgende keer. Ik spreek jullie later. We gaan maar weer allemaal weg. Ik vind het mooi geweest. Jongens, wat een chaotisch einde van de aflevering. Ik dacht, ik moet nog even... Ik was nog niet tevreden over de tijd, maar ik weet nou niet of ik tevreden ben met het resultaat. Nee, ik vond het hartstikke leuk. Het was gezellig om een keer wat mensen hier te hebben, ook al duurde het echt maar 5 minuten. Laten we maar snel meneer KB, Rick Force en Oranje Shirt gast halen. In de volgende aflevering, zodat we naar seizoen 3 kunnen, want ik vind het heel spannend. Maar voor nu, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker ook even niet te abonneren. Want in de volgende video is het tijd voor seizoen 3. Maar eerst, kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige deel. Heb je die nou nog niet? Zie je hem zeker even kijken. Ben je weer helemaal up-to-date over alles. En nu spreek je later glaasje water. Tot de volgende keer.